Welkom. Welkom allemaal. Welkom in het stadhuis van 's-Hertogenbosch en bij de start van Dutch Food Week 2022. En het is een prachtige dag, zowel buiten als binnen. Buiten zijn we al een uurtje gestart met voorproeven op de markt. En misschien heeft u daar iets van meegekregen bij de binnenkomst. Als dat niet zo is, is er straks gelukkig voldoende tijd om ook daar nog de sfeer te gaan proeven. Maar ik zei het al eerder, we hebben een strak programma. Dus wil ik graag beginnen met onze eigen voorzitter en een warm applaus vragen voor Dirk Duyser. Kijk eens, nou, vroeger leerde ik natuurlijk dat op de markt is uw gulden een daalder waard. Dus we gaan straks op de markt kijken, lijkt me prachtig. Heel mooi weer, geweldig mooi stadscentrum hier. En ik heb het al even natuurlijk allemaal gespiekt. En ook heel veel leuke ondernemers die allemaal wat laten zien, willen laten zien over wat zij produceren, wat zij allemaal in hun winkel hebben voor de consument. Nou, daar zitten wij hier allemaal voor bij elkaar. Vanuit de drie grote geledingen, de wetenschap, zeg maar de overheden en het bedrijfsleven. En met z'n drieën willen wij vandaag gezamenlijk optrekken. In deze toch ook wel een beetje bijzondere week richting de consument, om de consument heel dicht weer te betrekken bij onze producten. Maar de consument met zijn beleving, gezondheid, smaak, op een hele andere manier, kijkend naar wat wij weer producten en productieprocessen noemen. Nou, goed denk ik om die twee werelden te verbinden. Dat doet de Dutch Food Week, dat doen wij graag, dat vinden wij prachtig. Want die twee werelden hebben elkaar natuurlijk geweldig hard nodig. Waarom deze bijzondere week? Noem ik dat even. Natuurlijk het rapport Remkes kwam naar buiten. En ik zie dat toch wel een beetje weer als een herstart voor een mislukte eerdere discussie. En ik verwacht dat die discussie nu beter op gang komt tussen die sector die toch wel allerlei moeilijkheden ziet en tegelijkertijd dat publiek die elkaar ook ongetwijfeld moeten vinden voor een toekomst. Nou, die toekomst is er voor de land- en tuinbouw, dat verwachten wij. Die toekomst is er voor de hele keten, zeg maar, van bedrijven. Alle schakels in de keten die ook elkaar weer heel hard nodig hebben. Die ook, als alle schakels in de keten ook best ook vandaag problemen zien. We praten over de hele energieproblematiek, de kostenontwikkeling, zeg maar, van arbeid. Allemaal problemen, maar vandaag zien wij de zonkant, want buiten is het geweldig mooi. En daar gaan we laten zien aan het publiek wat wij uiteindelijk op het bord gaan zien. En dat is fantastisch wat deze sector produceert. En daar gaan wij denk ik een streep onder zetten. Dank u wel. Ja, aan het begin van deze zomer sprak ik met de burgemeester Jack Mikkers over hoe we de positieve kracht van ons voedsel in beeld kunnen brengen. En we zijn dan ook vereerd dat namens de gemeente 's-Hertogenbosch vandaag aanwezig is lokaal burgemeester Mike van der Geldt. Welkom. Ja, dankjewel. De burgemeester is helaas verhinderd, dus u zult het met mij moeten doen. Maar ik vind het heel erg leuk om hier vandaag met u de Dutch Food Week te kunnen openen. Welkom in 's-Hertogenbosch. De cultuurstad van het zuiden, maar ik denk dat menigeen van u, vooral als u aan Den Bosch denkt, aan een Bourgondische stad. En een Bourgondische stad als Den Bosch is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met voedsel, met eten. En ik denk een dag als vandaag is denk ik een dag in optima forma zoals u Den Bosch op het liefst ziet. De zon buiten, zometeen lekker kunnen eten, wat kunnen drinken. Dat is waar ook de Bosschenaar, de Brabander, denk ik het liefst van houdt. Zoals ik al zei, horeca en evenementen. Ik hou toch wel van feitjes, ook in de voorbereiding om hier tot u te kunnen spreken. Maar liefst 50% van de bezoekers van buiten 's-Hertogenbosch komt naar 's-Hertogenbosch toe om te kunnen lunchen of dineren. Dat zegt toch wel iets over de aantrekkingskracht van de stad, van zijn horeca, maar vooral ook de aantrekkingskracht van voedsel en van eten en drinken. Van oudsher zijn we hier ook in een voedselproducerende regio. We zijn hier in 's-Hertogenbosch, regio Noordoost-Brabant, een voedselproducerende regio. Maar het wordt hier natuurlijk ook verkocht en verhandeld. Hier
Niet in de laatste plaats op de markt. Maar vergeet ook niet de Brabanthallen. De Brabanthallen, wat eigenlijk symbool staat ook voor een transitie. Waar van oorsprong dus voedsel werd verhandeld. Maar nu inmiddels een evenementen-congrescentrum is. Waar je eigenlijk een hele transitie langs ziet komen. Een transitie waar we hier in de regio, maar vooral ook in Den Bosch, volop mee bezig zijn. Juist ook als het gaat op het gebied van kennis. Met een sterke hogeschool die we hier ook hebben, die tot uiting komt door middel van de HAS. Daar zijn wij trots op. Maar niet in de laatste plaats ook de gemfabriek. De gemfabriek waar juist heel veel agri-food bij elkaar komt als het gaat om kennis. Maar ook aan het sleutelen aan voedsel en echt een thuisbasis is voor de food community hier in Den Bosch. En de JADS. Hieronymus Academy of Data Science, waar data, en tegenwoordig is zowat ieder bedrijf een databedrijf, waar data en agrifood samenkomen in programma's. Noordoost-Brabant, ik zei het al, de zesde economische regio van Nederland, waar 7500 bedrijven actief zijn in de agrifood. Dus dat is niet niks. En 1 op de 6 mensen in deze regio werkt in deze sector, van vork tot bord. Dit onderschrijft het belang van deze sector, maar ook het belang van de transitie waar we voor staan. En vooral, het werd al aan gerefereerd, het onderschrijft het belang om dit ook zorgvuldig te doen. Nou, er werd al aan gerefereerd, hopelijk een nieuw startpunt. En dat we hier met elkaar opnieuw swoeng aan kunnen geven. Dames en heren, nogmaals hartelijk dank in 's-Hertogenbosch. Ik wens u nogmaals een gastvrij welkom. En ik wens u een hele goede, constructieve, maar vooral ook, nou ja, zoals het in een Bourgondische stad betaamt, fijne, gezellige week toe. Dankjewel. Dankjewel, Mike van der Geld. Ik ben natuurlijk erg nieuwsgierig waar u straks gaat voorproeven. Het is vandaag ook de dag van de Agri-Food Monitor 2022. En de volgende dame, Mariette Haaster de Winter, onderzoeker aan de Universiteit in Wageningen, neemt ons vanmiddag mee in 3 korte blokjes om erachter te komen hoe de waardering van de Nederlander over zijn of haar voedsel eruit ziet. Dus ik wil haar graag naar voren vragen. Mariette Haaster de Winter. Dank je. Bedankt voor deze introductie. Welkom allemaal. Ik ga niet alle woorden van de openingen halen, maar inderdaad, wat is het hier mooi, wat is het lekker weer. En wat fijn, Dirk Duizen noemde net al iets vaker dan 2 keer de consument in zijn openingswoord. En dat is waar ik vandaag over ga vertellen. Mijn naam is inderdaad Mariette van Haaster de Winter. De tekst is al iets groter dan bij de proefsessie, maar nog steeds bijzonder slecht leesbaar. Dus luister vooral naar mij, dan komt het ook wel goed. Mariette van Haaster de Winter, onderzoeker bij Wageningen Economic Research. En vandaag ga ik jullie iets vertellen over de Agri-Food Monitor. Dat is een peiling, een 2-jaarlijkse peiling van de publieke waardering voor de agri- en foodsectoren. Die Wageningen Economic Research sinds 2012 uitvoert. We maken daarbij gebruik van een representatief panel van ruim 3000 Nederlanders. En we vragen ze dus hoe ze tegen de sector aankijken. Meerdere jaren dus, meerdere sectoren, uniek. En dat is misschien ook voor de agri-foodsector aan zich. De agri-foodsector heeft een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse voedselproductie, werkgelegenheid, inkomen. Tegelijkertijd, krant stond er deze week bol van, maar er zijn ook andere maatschappelijke uitdagingen. En om als sector te kunnen blijven opereren, heeft de sector een license to operate nodig. En de vraag is dan ook, hoe staat het ervoor met de Nederlandse agri- en foodsector? Nou, dat is precies eigenlijk wat de Agri-Food Monitor doet, zeker in de kern. Daarnaast zijn er nog wat verdiepingen, maar 2-jaarlijks en sinds 2020 elk jaar is er dus inzicht in de waardering. Hoe wordt de sector beoordeeld? Kunnen we de waardering beter begrijpen? En zijn er nog manieren om deze te versterken? Vandaag geven we enkele highlights. Ik hoorde het net al, 3 kleine blokjes. We beginnen met hoe waarderen Nederlanders de sector. We gaan ook nog even dieper in op duurzaamheid. En tot slot, sectoroverstijgende trends. Hoe gaat dat plantaardig eten van tegenwoordig de consumenten eigenlijk af?
in dit traject. Het is een super interessant traject. Maar wat ik ook uitgeleerd heb, is dat ik wil al een beetje de verwachtingen temperen. Het is een monitor. Hij ontdekt, neemt waar, signaleert trends, maar is bijzonder slecht in verklaren. Want dat is niet de allereerste functie van een monitor. We hebben wel een klein beetje gedaan, maar er is momenteel veel gaande in de wereld om ons heen. In de wereld buiten ´s-Hertogenbosch, heb ik net geleerd. Wat een dempend effect zou kunnen hebben, zit allemaal niet in de AgriFood monitor. We gaan beginnen. En mij is gevraagd om niet alleen een wetenschappelijk verhaal te houden. Dus we gaan er een soort quiz van maken. Wie weet, je mag gewoon een hand opsteken. Wie weet wie de dame aan de rechterkant is in de roze jurk? Kijk, ik zie wel heel veel vingers. Dus ik zal in dit geval niet vragen iemand de beurt geven. Dat komt misschien later nog. Maar inderdaad, Queen Elizabeth, meer dan 70 jaar op de troon. En daar is heel recent een einde aangekomen. Dus ik las vooral in alle items die over haar gingen, dat ze een stabiele factor was voor haar land. Maar ze was ook erg geliefd. Ze behield de traditionele kant van het koningshuis, maar ze zette ook kleine stapjes richting moderniteit. Aanpassingsvermogen dus. En op dat moment zat ik met mijn neus in de AgriFood monitor, samen met de rest. En natuurlijk heeft Queen Elizabeth een status aparte, maar ik zag wel ergens overeenkomsten met de agri- en foodsector. Want in de eerste plaats, de AgriFood monitor laat een stabiel beeld zien. Dit zijn de sectoren die zijn meegenomen, is niet nieuw, behalve de visserij. Die hebben we dit jaar ook meegenomen. Maar u herkent hier misschien in akkerbouw, tuinbouw, pluimveehouderij, varkenshouderij, visserij, melkveehouderij, de supermarkten en de voedingsmiddelensector. Maar vooral een stabiel beeld. Nederlanders zijn wederom positief over de verschillende sectoren. Ze zijn onverminderd positief. Tegelijkertijd zien we ook dat de stijgende trend die de afgelopen jaren zich aan het opbouwen was, die zet niet door. Vaak niet statistisch aantoonbaar. Het geeft een indicatie en wij zouden dat stabiliseren noemen in de wetenschapstermen. Aantal, zoals je hier ziet, sommige gaan iets omhoog, anderen gaan ietsje naar beneden. Er is één sector die gaat wat meer naar beneden. Al met al, het blijft nog steeds positief. We hebben de schaal, je ziet het aan de y-as, aan de verticale as, ook een beetje opgerekt. Het begint natuurlijk onderaan. Het niet doorzetten van die stijging komt vaker terug. En ook vandaag dat stabiliseren. Het is niet uniek voor de maatschappelijke waardering. We komen het ook bij andere aspecten van de monitor tegen. En ik denk dat het belangrijk is, en ik spreek dan namens allen, om die ontwikkeling ook in de gaten te houden de komende jaren. Ook in absolute zin zie je hier wel verschillen. Er zijn sectoren die wat meer hoger positieve scoren. Er zijn sectoren die wat minder en nog minder scoren. Nou, en om mezelf gelijk tegen te spreken, we hebben wel gekeken naar waardering. Waar komt dat nou door? Dat doen we al jaren. En ook dit jaar weer blijkt de belangrijkste voorspellers voor de maatschappelijke waardering van de Nederlandse agri- en foodsector, betrokkenheid en reputatie. We zien een verschuiving. Betrokkenheid is in de loop van de jaren echt een stuk belangrijker geworden. En dit jaar voor het eerst inmiddels de grootste verklarende factor ten koste van reputatie. Dus het gaat niet alleen over het hoofd. Het gaat niet alleen in de hoofden van de consumenten zitten, maar ook in het hart. De verbinding en de mate waarin een sector veel voor iemand betekent, wordt steeds belangrijker. Actualiteit speelt ook een kleine rol. We hebben gekeken naar de oorlog in de Oekraïne en de boerenprotesten zoals die toen. En toen was jullie afgelopen zomer, juli 2020, hoe die gaande was. Heeft ook een impact, maar is echt relatief klein. De betrokkenheid en de reputatie, dat is ongeveer 3/4 van alles wat we kunnen verklaren. Terwijl de boerenprotesten maar een paar procent zijn. En de laatste, wat ziet u hier? Ik zie hier vooral dat ik zo meteen na de volgende spreker terugkom met de volgende highlight. Verrassend. Ik ben dan ook benieuwd, want al deze goede eigenschappen beginnen bij jezelf en ook bij de jeugd. En als we dan iets verder kijken, komen we hier weer in ´s-Hertogenbosch terug bij het Koning Willem I College. Dat scholing geeft aan maar liefst 20.000 studenten. Een aantal heeft u in de zaal gezien. Zij verzorgen vandaag de amuses. En dat doen ze onder leiding van chef-kok Albert Kooi. Maar ik denk dat chef-kok Albert Kooi op dit moment in de keuken of heel druk is, of misschien een beetje stress heeft. Als hij me hoort, mag hij natuurlijk naar voren komen. Dus de amuses die ook later vanmiddag nog voorbij komen, zijn allemaal van hem en zijn team. En ik vind dat het wel waard is om even een applausje te geven aan de studenten voor hen. Een hele spannende dag en hetgene wat zij nu al hebben mogen maken. Want ik zie iedereen daar wel ontzettend van proeven. En
als wij dan aan het proeven zijn, dan zijn we natuurlijk met z'n allen ook heel erg nieuwsgierig. Wat gebeurt er op dit moment buiten? En wat kunnen we daar allemaal proeven? Als het goed is, kan ik contact maken met Laura Looijmans, onze razende reporter. Laura, waar sta je op dit moment? Hoi Roxanna, ik sta op het plein, lekker in het zonnetje. Ja. En ik ben absoluut niet de enige, want het is ontzettend druk. En ik sta toevallig naast Frank. Frank, wat zijn jullie hier aan? Ja, wij staan hier met de Avico Food Truck. En we voeren bij een hapje van Avico, een lekker frietje en een hamburger. We animeren de gesprekken met onze akkerbouwers en consumenten. En ja, daar wordt, zoals je ziet, goed gebruik van gemaakt. Avico is een onderdeel van Kozen, een grote agrocoöperatie met 8400 leden akkerbouwers. En we vinden het erg belangrijk dat we kunnen deelnemen aan de Dutch Food Week. Dus het is gewoon heel belangrijk dat we het verhaal over onze agrofood sector gewoon goed vertellen in Nederland. Het is buitengewoon belangrijke sector, er is heel veel aan de hand. En dat moet gewoon gehoord worden. Dus uitstekend initiatief. Nou, helemaal mee eens. Veel succes vandaag. Ja, de Avico buurttafel zie ik ook achter jou, Laura. En dat is natuurlijk een van onze prijzen tijdens Bedankt de Boerdag. Daar kom ik straks nog op terug. Ja. Wat is er nog meer te bewonderen? Nou, er is van alles. Maar ik zie hier ook de smaakwereld. Ja. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Jochem is hier een smaaktest aan het doen. Wat wordt dat? En Els staat hier ook bij. Els, er is hier van alles. Wil jij eventjes vertellen wat jullie hier aan het doen zijn? Zeker, we zijn een hele leuke speurtocht vandaag aan het doen. Dus vanuit de smaakwereld, een nieuw portaal voor thuis. Waarbij kinderen hele leuke activiteiten kunnen doen rondom voeding. Er is op dit moment een hele leuke test bezig. Dus en kinderen kunnen eigenlijk de hele dag mee doen met hele leuke dingen om te doen op de markt hier. En ze kunnen dan een hele leuke box mee krijgen. Om zo kennis te maken met de smaakwereld. Nou, erg leuk. Dankjewel. Ja. Ook veel succes vandaag. Zoals je ziet, er is hier van alles gaande. Dus kom straks zeker even kijken. Wij gaan nog een kijkje nemen. En we horen ook van alles. En dan denk ik, dat willen we straks natuurlijk ook voornamelijk zien. Laura, ik bedank jou nu voor het eerste verslag. En ik zie je zo meteen weer terug. Genieten daar. Lekker een beetje gaan proeven. En dat is dus ook mogelijk om het straks te gaan zien. Met een eigen boodschappentas kunt u over de markt gaan. En dan komt daar nog een specifieke bingo-kaart bij. Daar gaan we het straks wat meer over hebben. Want het is alweer tijd geworden voor de volgende spreker. Zij was directeur Brainport in Eindhoven. Directeur ZLTO. Lector duurzaam produceren aan de HAS. En dat kwam allemaal samen in de baan die ze nu heeft als gedeputeerde voor de provincie Noord-Brabant. Met in haar portefeuille, hoe kan het ook anders, landbouw en voedsel. Mag ik een groot applaus voor Alice Lemkes Straaf. Ja, dankjewel. Wat fijn om hier te mogen zijn vandaag in Den Bosch. En welkom letterlijk en figuurlijk in heerlijk Brabant. Voor de opening van de 8e Dutch Food Week. En wat een mooie en toepasselijke plek. De local burgemeester wees net al naar de veehallen. En op deze plek in de markt is natuurlijk ook heel veel voedsel verhandeld, al van ouds. Ooit was deze markt daar het levendige centrum van. En nu worden in Den Bosch, bij Jets, ook al genoemd de local burgemeester, algoritmes ontwikkeld om voedsel langer vers te houden. En om het gedrag en de gezondheid van dieren te bevorderen. En het koopgedrag van mensen te analyseren. En met minder water en energie voedsel te produceren. Allereerst wil ik heel veel dank zeggen, niet alleen aan de gemeente Den Bosch, maar u als dragers van de Dutch Food Week. Want we maken die week met elkaar, met veel enthousiasme en support. Dank ook aan het topteam AgriFood in de persoon van Dirk Duizer en de Dutch Food Week roerganger Bert van Wanrooy. We zijn trots op de meer dan 100 events die we alleen al in Brabant organiseren deze week en die Dutch Food Week vormen. Ooit is hier het zaadje daarvoor geplant door AgriFood Capital en je ziet hoe het ontsproten is. En ik hoop dat er nog vele loten komen en dat we die week eigenlijk het hele jaar door hebben op verschillende plekken en niet alleen een week, maar al die activiteiten tussendoor. Dit jaar zijn we lead partner.
want noblesse oblige. Brabant is vanouds en bij uitstek een voedselprovincie. Een veelzijdige voedselprovincie en een innovatieve voedselprovincie. Van Unox rookworst tot de bonen van hak. Van Avico friet tot de vegetarische slager. Van de barbecue tot de aardbeienkoep. 80% van de aardbeien komt uit Brabant. Van boerschappen tot Jumbo. Van boerderijterras tot Hutte Catering. En Michelin, twee sterrenrestaurants. En van suikerbiet tot vaatwastablet. Want ook biobased, daar doen we aan hier met de Beet Company. En van komkommer, robot en pixel farming tot high-tech voedselverwerking en nog veel meer. Van Protein Brewery tot peelpioniers. Hij zit in de zaal, de initiatiefnemer daarvan. En die verwerken de sinaasappelschillen waar wij op zondagochtend onze jus d'orange uithalen in de supermarkt of op een andere dag. Tot heel veel andere producten die weer als grondstoffen gebruikt worden. Onder andere in de bakkerijsector. En ik citeer graag waarom zij hier in Den Bosch hun bedrijf gestart zijn anderhalf jaar geleden. Is het een fabriek geworden. Ze zeggen, ja, eigenlijk heeft Brabant alle ingrediënten om dit innovatieve bedrijf hier te starten en groot te maken. En we hebben alles hier om de hoek, wat we nodig hebben om dat te kunnen. Want al die schakels in die voedselketen zitten hier dus in Brabant. Van zaadveredeling, de boeren, voedselverwerking, tot en met de retail en de foodservice. We hebben hier samen met de onderwijs- en kennisinstellingen, universiteiten, hogescholen en ook de mbo-instellingen. We hebben een vitaal ecosysteem, waarin wordt geïnnoveerd en gebouwd aan die voedselketen van morgen die in balans is met onze leefomgeving en bijdraagt aan brede welvaart. Met als tip op de horizon een landbouw- en voedselsysteem dat slim is. Ik kraak, hè? Ja. Oh, het ligt aan mijn oorbel. Nou. Ja, die kan ik ook uit doen. Ja. Dankjewel. Een landbouw- en voedselsysteem met vier kenmerken. Slim, gebruikmakend van data, high-tech, heel veel kennis. Waardevol, met veel toegevoegde waarde. En we zien er ook heel veel nieuwe producten ontstaan. Gebaseerd op kringlopen en verbonden. Verbonden, de schakels onderling, maar ook verbinding tussen de sector en de maatschappij. En daar is de Dutch Food Week natuurlijk een heel belangrijk podium voor. Ik zei al, daarvoor hebben we alles in huis. Ik wil ook nog eens even stilstaan bij het feit dat een kwart van de top 40 mondiale spelers in de wereld op voedselgebied hier hun vestiging hebben. Hoofdkantoor of een research and development lab. En dat zijn natuurlijk ook mooie brandpunten van die innovatie. We hebben hier een drone luchthaven, speciaal voor de landbouw. We hebben een precisieboerderij. We hebben proeftuin De Peel, sorry voor de verspreking. Met al die proeftuinen krijg je dat. Waar gewerkt wordt aan nieuwe plantaardige, eiwitrijke gewassen. Maar vooral de mensen die met kennis en ervaring en met heel veel passie elke dag ons voedsel produceren. Agrifood is economisch belangrijk, maar ook een belangrijke drager van het landschap en het landelijk gebied. Dat laten we bijvoorbeeld zien in het Van Gogh Nationaal Park, waar 60 partijen samenwerken en waarin je heel goed ziet dat landbouw en natuur echte bondgenoten zijn. En met verbeeldingskracht, vandaar ook Van Gogh, die zo'n band had met de natuur en het boerenleven. Dat klinkt nog allemaal door in het huidige en innovatieve Brabant, waar we dus samenwerken. We leven in turbulente tijden. Dirk Duizen refereerde al aan het rapport van de heer Remkes. Dat probeert daar weer evenwicht in te brengen en daar hele goede aanzetten in heeft gedaan. En ondanks onzekerheden kunnen we iedere dag weer rekenen op onze boeren. Die de schouders eronder blijven zetten en mooie en gezonde producten leveren en blijven innoveren om duurzamer te produceren en bijdragen aan die gezonde leefomgeving. En Brabant is vooral bekend om boeren. Maar we willen juist ook in deze Agri-Food Week laten zien dat we zoveel meer in huis hebben. Nieuwe producten produceren op een nieuwe manier die heel duurzaam is. We vieren in deze week in heel Nederland, maar te beginnen hier in Brabant, ons voedsel. En hoe en door wie het wordt gemaakt. Met liefde en toewijding. Gezond, duurzaam en lekker eten. En Brabant staat dus voor innovatie en voor samenwerking en voor verbinding. En waar doe je dat beter dan aan tafel? En dat is het thema, heel treffend, voor deze Dutch Food Week. Aan tafel, gezond, duurzaam en lekker eten. Heel veel plezier en inspiratie en verbinding wens ik u allemaal.
En weet u altijd welkom, niet alleen deze week, maar altijd aan tafel in Brabant om het samen te doen. Dank u wel. Ja, terugkomend op de versprekingen. Dankjewel, Elis Lemkes Straver. Dan kan ik dat loslaten als ik zo meteen ga proeven op de markt. Op de markt is ook Friesland Campina aanwezig. Net als de provincie Noord-Brabant trouwens. Met kwark en plantaardige chocolademelk. Misschien dat we er zo meteen ook nog iets van zien bij Laura. Friesland Campina maakt werk van verduurzaming van de melkveebedrijven van alle leden met het keurmerk On the Way to Planet Proof. Managing Director Friesland Campina Nederland, Dustin Woodward, kan ons daar meer over vertellen. Graag een applaus. Dustin Woodward. Goedemiddag allemaal. Ik heb geen oorbellen, dus dat moet beter gaan. Allereerst dank voor de uitnodiging. En ik denk ook een groot compliment aan de organisatie en het bestuur voor wat er allemaal is neergezet deze week, wat hier op de markt staat. En een fantastisch programma, denk ik. En ik denk ook, als we terugkijken over de afgelopen jaren, de vernieuwing en de frisse energie die in dit initiatief gebracht is. Dus daar zijn wij vanuit Friesland Campina een oprecht trots partner van deze samenwerking en dit initiatief. Wat ik belangrijk vind en wat ik mooi vind is dat we vanuit dit initiatief gedwongen worden om met elkaar het gesprek aan te gaan over moeilijke en confronterende vragen. Wat ligt er eigenlijk op ons bord? Wat eten we nou? Wat drinken we nou? Waar komt dat eigenlijk vandaan? Wat is nou de footprint van zo'n product? Van het begin in de keten tot helemaal het eind dat dat product weggegooid wordt en nog verwerkt wordt. Als ik over die vragen nadenk, dan brengt me dat ook terug bij mijn eigen opvoeding. Waar ik vanuit een moeder die uit het Westland komt en mijn opa die tuinder was en de tomaten teelde in de kassen en mijn moeder om 4:00 ochtends uit bed gehaald werd om voordat ze naar school ging nog even tomaten te plukken, op de boot te zetten, naar de veiling te brengen. Mij ook al die jaren gestimuleerd heeft om kritisch na te denken van wat eet je nou eigenlijk? En waar komt dat vandaan? En als je onderdeel bent van een systeem waar je zelf niet helemaal achter kan staan, verander het dan ook gewoon. En ook al is het moeilijk, maar je start het en dan vind je mensen die met je mee dat systeem willen veranderen. En dat is wat ik ook aan mijn eigen kinderen mee probeer te geven. Ik heb de 4, de jongste zit nog in de luiers. De oudste begint ook al moeilijke vragen te stellen. Papa, wat doe jij nou voor de planeet? Of papa, waarom drinken sommige mensen geen melk? En wat doen wij met plantaardig? En hoe zorgen we ervoor dat we ook melk en zuivel duurzaam en blijvend kunnen krijgen? En dat zijn belangrijke vragen waar ik ook uit denk dat we zijn als gezin inmiddels een jaar terug in Nederland. We hebben 3 jaar in Afrika mogen wonen. Waar je op een hele andere manier ook naar de rol van Nederland in het voedselsysteem leert kijken. Allereerst onwijs dankbaar voor wat we eigenlijk hebben in Nederland en besef hoe goed we het hebben. Maar ook hoe afhankelijk sommige landen in het buitenland zijn van het geweldige systeem en sector die wij hier opgebouwd hebben met z'n allen. En hoe we gezonde en duurzame voeding beschikbaar en betaalbaar kunnen maken voor een groeiende wereldbevolking. Maar ook geconfronteerd wordt met hele moeilijke en pijnlijke dilemma's over hoe we het probleem in Nederland aan het oplossen zijn, maar tegelijkertijd een zuivelmarkt hebben die wel 3% per jaar groeit. En elke koe die hier weggaat, komt er ergens anders bij, of misschien wel 2, en die stoot veel meer uit. En hoe zorgen we nou dat we dat probleem ook internationaal oplossen? En vanuit die overwegingen kijk ik ook even terug naar mijn rol vandaag de dag, verantwoordelijk voor Friesland Campina in Nederland, waar we eigenlijk keihard aan het werk zijn met 2 grote ontwikkelingen. De ene, en dat is ook benadrukt hiervoor, dat we zien dat consumenten steeds meer variatie zoeken in het dieet. En aan de ene kant over het algemeen heel veel waarde zien in de gezondheid en de toegevoegde waarde van zuivel en ontbijten met een yoghurt of een kwark om een sterke start van de dag te maken. Maar aan de andere kant ook 's middags een havercappuccino drinken. En hoe speel je nou in op die variatie? En wij als bedrijf versnellen daar ook op plantaardig. Met een chocomel plantaardig die jullie vandaag kunnen proeven. Die ongelooflijk lekker is, by the way.
wat we niet voor mogelijk hadden kunnen houden 2 jaar geleden. Of een Friese vlagbarista voor in de koffie. Of een Valais vleesvervanger die ook heerlijk smaakt. Zover mijn commerciële bijdrage. Maar ik ben er wel trots op en ik wil het wel even noemen. Maar als ik ga naar die tweede grote ontwikkeling, de versnelling die we moeten maken op duurzaamheid, dan is het heel snel duidelijk dat we het niet alleen kunnen. Dat we het moeten doen met alle partijen in de keten en het ecosysteem daaromheen. En daar zitten een aantal hele belangrijke voorwaarden in. Allereerst moeten we, om perspectief aan onze boeren in Nederland te geven, duidelijke spelregels hebben voor de lange termijn. We moeten ook naar duurzaamheid kijken op een integrale manier en daar integrale afspraken over maken. Want de ene week word ik gebeld door Wakker Dier en dan praten we over hoe we nog meer op dierenwelzijn kunnen doen. De andere week zit ik aan tafel met Natuurmonumenten om te kijken hoe we nog meer biodiversiteit kunnen brengen. De week daarna zitten we met Milieudefensie om te kijken hoe we nog sneller CO2 kunnen verminderen en reduceren en compenseren. Niet alleen door bomen te planten in Afrika, maar juist binnen onze eigen keten op het boerenerf. En de dag daarna word je gebeld door de vogelbescherming of we wat kunnen doen voor weidevogels en het behoud van de grutto. En uiteindelijk moeten we het allemaal doen. Maar als we het allemaal morgen doen, is de melk morgen 5 euro. En dat wil voorlopig nog niemand betalen. Dus we kunnen alleen het systeem veranderen als we samen met elkaar afspraken maken over wat dan de prioriteiten zijn binnen duurzaamheid en in welke volgorde. En als we misschien niet meer concurreren op duurzaamheid, maar veel meer samenwerken. We hebben in Nederland zo'n 15 verschillende keurmerken of labels op zuivel. En consumenten zien eigenlijk door de bomen het bos niet meer. Wat betekent nou precies het verschil tussen On the Way to Planet Proof of Koen Natuur Boer of Beter Leven? En we hebben er allemaal aan meegedaan en we zijn allemaal trots op en we hebben het allemaal gebruikt om iets onderscheidends te brengen. Maar op een gegeven moment moeten we ook over onze eigen korte termijn agenda's durven heen kijken en die samenwerking opzoeken. En allemaal op een manier dat we ook nog perspectief en een eerlijke prijs voor de boeren in Nederland betalen. Dat we hem belonen voor de activiteiten die we van hem vragen om het landschap te beheren en te investeren in duurzaamheid. En ik was laatst bij een boer en die zei tegen mij, ik wil dolgraag, maar ik kan niet groen doen als ik rood sta. Dus help me alsjeblieft om samen met die keten geld uit de markt te halen of misschien een eenmalige subsidie te krijgen, zodat ik die omschakeling kan doen totdat het vanuit de keten weer betaald kan worden en er een goed en duurzaam verdienmodel is. Dus dat zijn een aantal punten die ik ook vandaag bij jullie wil achterlaten. Maar waar ik ook open sta om de samenwerking op te zoeken. En gelukkig hoor ik, want ik kom veel van jullie op verschillende evenementen tegen en verschillende clubjes waar heel veel gepraat wordt over wat we allemaal kunnen doen. Maar ik voel ook steeds meer momentum om echt dingen te gaan doen samen. En ik heb de eer gehad om ook bij de heer Remkes en een aantal ministers een advies uit te brengen samen met Hein, onze CEO, over wat wij denken dat nodig is voor toekomstperspectief voor de Nederlandse boer. En als ik vooruitkijk en het rapport lees, ben ik ook hoopvol. Ondanks een aantal moeilijke passages, maar die ook misschien wel nodig zijn, zien we ook heel veel hoop en perspectief op het feit dat er gesproken wordt over een minimaal basisniveau op duurzaamheid. Over een eerlijke vergoeding voor de boer als het gaat over verduurzaming. Dus daar kijk ik naar uit om met jullie de samenwerking aan te gaan. En hopelijk bereiken we dat op een manier dat we over 10, 15 en 150 jaar zo oud als onze coöperatie is, nog steeds trots te mogen zijn op onze sector en te genieten van de Nederlandse producten. Dank jullie wel. Dankjewel, Dustin Woodward, Friesland Campina. Plantaardiger gaan eten en misschien groener gaan produceren. Wie weet komt het ook voorbij in de Agri-Food Monitor. Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig geworden. Mariette van Haaster de Winter, ik ben even aan het zoeken, daar ben je. We willen graag naar het tweede deel van jouw monitor gaan kijken. Plantaardig komt zeker voorbij, maar we duiken nu nog even ergens anders in. Zelfde vraag als net, is natuurlijk, wie is dit? En met dit bedoel ik de meneer in de oranje cirkel. Gaan er net zoveel handen omhoog als daarvoor? Correct, Jack Ma inderdaad. U kent hem wellicht beter als de
voormalig CEO van de Alibaba-groep. Hij was afgelopen zomer in Nederland op bezoek om zich te laten informeren, zoals er staat, over duurzame voedselproductie. Hij is onder de indruk van de duurzame prestaties van de Nederlandse agrofoodsector. Hij wil het met zijn eigen ogen zien. En daar zit ook de link met de Agri-Food Monitor van dit jaar. Want we hebben ook het duurzame beeld van de sectoren bij de consumenten uitgevraagd. Hoe duurzaam percipiëren de consumenten nou eigenlijk de verschillende sectoren? Zoals je hier kunt zien, we meten alles op een schaal van 1 tot 7. Dus niet 5 is het gemiddelde, maar 4 is het schaalmidden. En het beeld is positief. In termen van duurzaamheidsinspanningen vinden de consumenten dat de sectoren duurzaam zijn. En alle sectoren spannen zich volgens de consumenten voor duurzaamheid in. En ook hier zie je allemaal positieve scores. Gemiddelde onderlinge verschillen. En als net gezegd, ten opzichte van het vorige meetmoment is er een daling. Die is niet voor alle sectoren aantoonbaar, maar wel voor een aantal. Maar algemeen blijft het beeld positief. We hebben geen contact gehad van tevoren volgens mij over de inhoud van de presentatie. Maar we raken toch een paar van dezelfde punten aan. Want wat we ook zien is dat consumenten een brede perceptie van duurzaamheid hebben. Ze koppelen niet alleen puur milieugerelateerde maatregelen aan, maar ook dierenwelzijn, sociaal welzijn of biodiversiteit. En we zien dat, en hier zijn een paar voorbeelden genoemd, hebben we veel meer maatregelen uitgevraagd. En alle sectoren scoren volgens de consumenten hoog op het gebied van kwaliteitsstandaarden en eerlijke prijzen. En de relatieve verschillen die zie je, nou ja, onder die grote top. Ze zijn misschien een open deur, maar ja, we noemen het toch maar even. De inspanningen op het gebied van dierenwelzijn, die vinden ze vooral van toepassing op dierlijke sectoren. Supermarkten die scoren relatief hoog op recycling en het voorkomen van verspilling. En dat laatste, verspilling, is ook iets waarvoor volgens consumenten naast de supermarkten ook de voedingsmiddelenindustrie zich relatief inzet. En waar ik net begon, herkenning begon, dacht te vinden, is dat we ook gevraagd hebben van welke waarden vind je belangrijk als het gaat om je voedsel. Nou, er zijn er twee soorten waarden. En consumenten geven aan dat de duurzame waarden over het algemeen redelijk te herkennen zijn op een product, maar dat die herkenning achterblijft bij het belang dat ze eraan hechten. En er valt dus nog wat winst te halen op het punt van herkenning. Dat kan inderdaad op het product, maar het palet is veel groter dan dat. Vroeger misschien niet, er was een keurmerk nodig op een product om iets te herstellen. Maar tegenwoordig hebben we ook internet, social media. Er zijn allerlei manieren mogelijk, denkbaar, om die verbinding, om het lijntje met de consument open te houden en ze te informeren over duurzaamheid. De waardering van de agri-foodsector gaat natuurlijk ook voor een heel deel over eten. En consumenten kopen geen sectoren, ze kopen producten. Dus vertaal welke duurzaamheidsmaatregelen je neemt en vertaal dat naar productkenmerken. En het is helemaal fijn als u op de een of andere manier weet hoe je die kenmerken kan laten aansluiten bij de zogenaamde egocentrische waarden. Bijvoorbeeld smaak, vers of veilig. Dat zijn de waarden die zijn gericht op het persoonlijk voordeel. En die vinden consumenten nog belangrijker dan duurzaam waarden. En dan wordt eco langzaam vanzelf ego. Ik zie u zo meteen weer terug. Misschien leuk om het proeven nogmaals te benoemen. Jullie hebben net ook applaus gekregen. Toen waren jullie waarschijnlijk druk bezig achter in de keuken. En de opleiding is zo beroemd omdat ze werken via het Dutch cuisine-principe. En we gaan straks aan chef Albert Kooi vragen wat dat eigenlijk precies inhoudt. En dan komt er nog een extra speciaal moment. Maar voor nu gaan we proeven op de markt samen met Laura. Hallo, daar ben ik weer. Ja, je straalt nog steeds en ik zie dat het ook nog steeds druk is bij jou op de plek waar je nu staat. Absoluut. Waar ben je nu? Ik sta nu naast ZLTO, naast Mark. Mark, hi. Hoe bedanken we de boeren? Nou, we bedanken de boeren heel simpel door een kaartje in de bus te doen bij de boer. We organiseren vanaf het begin van de Dutch Food Week tijdens alle activiteiten krijgen burgers een kaartje. Die ze heel simpelweg bij de boer in de bus kunnen doen om te bedanken voor het lekkere eten of voor de verse bloemen die op tafel staan. Nou, mooi initiatief zeg. Ja. Succes vandaag. Dankjewel. En ik ga snel door naar de volgende. Succes. Ik loop even nog een stukje deze kant op. Hier staan namelijk de studenten van het Koning Willem I College. En die staan hele lekkere dingen te maken. Ja, dat zijn ze binnen bij ons ook aan het doen en op dit moment aan het uitdelen. Kijken of het vergelijkbaar is. Wat zijn ze aan het maken bij jou?
Ik loop even een stukje verder. Hi. Goedemiddag. Wat ben je hier allemaal aan het bereiden? Wij zijn een broodje knakworstel aan het maken. Een broodje knakwortel? Nou, dat is ook een keer wat anders. Knakworstel proberen mensen wat bewuster te maken van anders denken met eten. Dus in plaats van knakworstel, knakworstel. Het is gezonder. Leuk. En beter voor het milieu. En natuurlijk in samenwerking met alle boeren en tuinmachines omgeven. Oké, mooi. En je hebt goede hulp, zo te zien? Gelukkig wel. Ik ben mijn leerling van het Koninklijke Mengcollege. We willen weten of die wortel... waarin de, lekkere hapjes het maken zijn voor iedereen. Er is nog een vraag. Ja, we willen weten of die wortel ook knakt. Kan iemand even proeven? Want jullie zijn aan het voorproeven op de markt. Zeker. We hebben de wortel gepoft en gerookt. En nu op de O4 zijn we hem aan het bakken. Waarop je een mooi gekarameliseerd laagje krijgt. Waardoor die knakt. Oké, klinkt goed. Is er één om te proeven? Ja, Laura, dat is aan jou. Dan... Ja. We kijken er allemaal vol bewondering naar. Ik weet... Ik heb er één bemachtigd. Mmm. Heel lekker. Knakt. Ik zie jullie straks. Ja, ik denk dat jij nu denkt... Ik geniet hier van wat ik heb gekregen. En natuurlijk van de rest van de markt. En ik denk dat wij hier binnen straks zelf natuurlijk even die test moeten gaan uitvoeren. Bij Koning Willem I College. Dankjewel. Laura liet ook al even kort de kaart zien waar we de boeren mee kunnen bedanken. Tijdens Bedank de Boerdag op 15 oktober doen we dat ook met Dutch Food Week zijnde. Via onze sociale media. Ik heb al op een aantal keren, op een aantal manieren mooie video's mogen maken. En daarin een boer of boerin, teler, visser, tuinder mogen bedanken. Dat mag u ook doen met de hashtag BDBD2022. Kunnen we ze dan extra in het zonnetje gaan zetten. Dutch Food Week wordt ondersteund door en werkt nauw samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. We zijn dan ook vereerd dat vandaag aanwezig is en kon zijn, met name secretaris-generaal Jan Kees Goed. Ja, goedemiddag allemaal. Fijn om hier in 's-Hertogenbosch te zijn, of Den Bosch. Ik heb het allebei gehoord. En in Brabant. En als je dan uit Zuid-Holland komt, dan zou je daar wat bescheiden van worden als je hoort wat hier in Brabant allemaal gedaan wordt op het gebied van agrofood. Prachtig initiatief, de Dutch Food Week. Fijn dat we het ook weer op deze manier met elkaar kunnen vieren en starten. Want het is natuurlijk na een aantal coronajaren ook weer mooi om zo met elkaar daar aanwezig te kunnen zijn. En toen ik de stad binnenkwam vanmiddag, dacht ik wat leuk om hier weer te zijn. Ik ben van de zomer op mijn fiets vanuit Duitsland naar Zuid-Holland gefietst. En ik wist niet toen dat ik hier weer zou zijn, maar via Den Bosch naar huis gefietst. Hier een kopje koffie gedronken, meer was het niet, omdat je als fietser altijd een beetje haast hebt. En met een appelgebakje erbij. Hè. Dus dan laten we ervan uitgaan dat dat Brabantse appels waren die daarin zaten. En zo'n stadhuis, dat is natuurlijk een prachtige plek om samen te komen. Want daar gaat historie van uit. Er werd net ook al iets over gezegd. Heeft natuurlijk van alles en nog wat meegemaakt in de loop der eeuwen. En heeft hier ook van alles en nog wat voorbij zien gaan. En eigenlijk op een steenworp afstand zie je de weilanden waar de koeien rondlopen. Waar hard gewerkt werd en wordt om dat voedsel waar wij zo van kunnen genieten te produceren. Nou, de Dutch Food Week is nog niet zo oud als het stadhuis hier. Maar toch al uitgegroeid vind ik tot een toptraditie. Compleet met boegbeelden. En nou, ik zei het al, de afgelopen jaren was het feest wat minder groot. Maar het is inmiddels, vind ik, toch wel een dik succes geworden. En laten we daarvan genieten. Er wachten ons 7 dagen met prachtige ontmoetingen. En dat is eigenlijk 7 keer 10 kansen om de producenten van ons voedsel te ontmoeten. Om met ze te spreken, om ervan te genieten, om complimentjes te geven, zoals zojuist werd gezegd. En te genieten van dat gezonde en lekkere voedsel wat wij in overvloed hebben hier in Nederland. Het is mij ook een genoegen om jullie hier aanwezig weer te mogen ontmoeten. Vertegenwoordigers van agrobedrijven, mensen van groene scholen en universiteiten, mede-overheden en allerlei andere organisaties. Fijn dat we hier met elkaar samen kunnen zijn. En ik noem nadrukkelijk ook alle medewerkers en jongeren, ze werden net ook al even in het zonnetje gezet, die vandaag aan dat mooie voedsel werken. Voor ons en voor alle belangstellenden op straat.
En het is belangrijk om, als we naar die kraampjes gaan, ook te kijken naar, ja, wat is nou eigenlijk de weg die het voedsel doormaakt, hè, van de producent totdat het bij ons in de koelkast ligt. Hè, om dat ook tot ons te laten doordringen. En we willen met elkaar ook in de komende jaren natuurlijk van al dat moois kunnen blijven genieten. Maar we weten ook dat om allerlei redenen het roer wel om moet in ons voedselsysteem. Het kwam zojuist ook al in andere bijdragen aan de orde. We hebben te maken met klimaatverandering, met extreme droogte, hitte, extreme regenval. En we lopen ook tegen grenzen aan wat het natuurlijke systeem kan dragen. Het kapitaal, hè, bijvoorbeeld wat in de bodem zit, dat slinkt. En daar maken wij gebruik van. Dat hebben we elke dag heel hard nodig. Schoon en voldoende water wordt schaarser. Dat hoef je hier in Brabant niet aan elkaar uit te leggen. Dat hebben we afgelopen zomer ook gezien. En juist boeren, tuiners en vissers, die ondervinden dat vaak als eerste. Die zien vaak als eerste ook de kwetsbaarheid van ons systeem. En dat heeft dan ook ingrijpende gevolgen voor hen. En want wat doet het met je als je je akkers zou willen besproeien? En dat kan, dat mag niet meer. En je ziet op je akkers de boel verdrogen. Dat is niet fijn om mee te maken. Nou, er komen ook nog gevolgen bij van een oorlog die in Europa woedt. En hoge prijzen waar we mee te maken hebben met elkaar. Nou, hij is natuurlijk al een aantal keren genoemd. En ook ik van het ministerie van LNV kan daar natuurlijk niet omheen. Gespreksleider Johan Remkes. Die werd ook geraakt door de zorgen die hij zag bij mensen van bedrijven die nadenken over de toekomst van hun bedrijf. He, waar moet dit eigenlijk naartoe? Hij heeft zich in de afgelopen zomer op verzoek van de Tweede Kamer en het kabinet bezig gehouden met het stikstofprobleem, zoals het vaak wordt afgekort. Maar dat is natuurlijk een veel breder en ingrijpender vraagstuk. En dat was een enorme klus. Hij heeft ook, en dat heeft u afgelopen week ongetwijfeld allemaal gezien, met nadruk de overheid, het kabinet, maar daar voel ik me ook aangesproken als werker bij die overheid, aangesproken op de zorgen die er leven in de samenleving. De afstand die ook gevoeld wordt, hè, tussen stad en platteland bijvoorbeeld. Tegelijkertijd trok hij ook een aantal hele mooie conclusies. En namelijk dat er in Nederland toekomst is voor een krachtige agrarische sector. En dat wij samen, hè, die toekomst bouwen. Nou, het kabinet is aan zet, hè, om politieke keuzes te maken. Niet alleen voor 2030, zeg ik met een knipoog, maar ook voor de lange termijn. En dat moeten we doen in een turbulente en een ingewikkelde tijd, waarin Nederlandse primaire producenten het best moeilijk hebben. Daar kunnen we niet omheen. En sterk afhankelijk zijn geworden van factoren die ik noemde, maar bijvoorbeeld ook van het functioneren van de hele agroketen. Ze worden met steeds meer eisen en randvoorwaarden geconfronteerd. En die komen niet in de laatste plaats natuurlijk van de overheid. Lokaal, nationaal, maar ook internationaal. Gelukkig weten we ook dat diezelfde producenten in veel gevallen uitstekend zijn opgeleid en echt wel weten wat ze met hun bedrijf willen. Ze willen, net als iedere ondernemer, vooruit met hun bedrijf. En daar willen ze ruimte voor hebben. Nou, dames en heren, we zitten, en dat is een beetje een klinische term, in de piek van een zogenaamde creatieve disruptie. Wat bedoelt hij daar nou weer mee? Dat is namelijk een fase die voorafgaat aan het vinden van nieuw evenwicht. En dat is nodig. Het vormen van nieuwe ketens met elkaar en andere manieren van consumeren. Dat gaat met onzekerheid gepaard en dat vraagt iets van ieder van ons en van ons samen om daar uit te komen. Nou, veel mensen weten heel goed waarom we over moeten stappen naar duurzame productie en consumptie. Het gedeelde beeld is best positief. Daar hebben we net ook iets van gehoord, vanuit Wageningen. En dat is de beste brandstof wat mij betreft om het vol te houden. Volhouden is niet makkelijk, maar als we dat met elkaar blijven doen, elkaar blijven opzoeken en voldoende tempo houden, dan gaat dat ons zeker lukken, daar ben ik van overtuigd. Dan kan en zal Nederland opnieuw een land zijn van 1000 mogelijkheden en gidsland van duurzame voedselproductie, zoals we dat al heel lang zijn. Nou, niet geheel toevallig, ook op het ministerie komen allerlei duurzame initiatieven voorbij. Van allerlei bedrijven uit de hele keten. Vaak ook kleine agro-ondernemers zijn heel gemotiveerd om opnieuw voortrekkers te worden. Maar geven de initiatieven boeren, tuiners en vissers voldoende houvast? Dat is wel een vraag. Zijn die initiatieven bestendig? Wat duurzaam lijkt, dat moet ook duurzaam in de tijd zijn. Vastigheid is ook een kritische succesfactor.
En behalve gedeeld bewustzijn en vastigheid is samen doen een grote veranderkracht. Hierdoor ontstaat vanzelf meer begrip voor elkaars werelden. Stel dat je wil dat boeren professionele resultaten neerzetten met agrarisch natuurbeheer. Dan volstaat een 5-jarig contract echt niet meer. Boeren moeten er tenminste 15 jaar mee vooruit kunnen. En het kwam zojuist ook al aan de orde, daar moet ook een duurzaam verdienmodel in zitten. En dat gaat verder dan alleen een kostenvergoeding. Duurzaam produceren moet ook duurzaam worden beloond. En ondoorzichtige prijzen helpen daar niet bij. Want ze maken ons blind voor de werkelijke prijs en voor de lasten en baten, waarin de lasten en baten voor de natuur niet zijn meegenomen. Nou, dat komt misschien nog uit die monitor, maar wat wij daarvan weten is dat er ook echt nog een gat zit tussen willen en doen. Nederlanders zeggen duurzaamheid belangrijk te vinden, maar ze rekenen bij de kassa nog steeds veel onduurzame producten af. En dat begrijp ik ook aan de ene kant wel, hè? Want hoge energierekeningen, duurder boodschappen, hoge zorgpremies, ja, die maken de keuze voor de consument soms toch ook weer eenzijdig, namelijk om te kiezen voor het goedkoopste product. En zo blijkt in het dagelijks leven het nog lang niet zo makkelijk om over te stappen op een andere, duurzame levensstijl. Zelfs als je weet dat je kan bijdragen aan een duurzamere voedselketen. Zelfs als je dat wil. Dat laat de Agri-Food Monitor ook dit jaar weer zien. En daarom zet het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in op kunnen, hè, dat je het ook doet. Dat betekent geleidelijk vaardiger worden in nieuw gedrag. Want dat zegt diezelfde Agri-Food Monitor, staat aan het begin van verandering. Daar liggen echt kansen. We willen er dan ook samen met alle partijen in de keten voor zorgen dat het aanbod ook de vraag gaat scheppen. Als we nu naar de schappen kijken, dan is 10% van wat daar ligt duurzaam. En dat moet en kan echt veel hoger worden. En daar kunnen we met elkaar voor zorgen. Want mensen moeten makkelijk toegang krijgen tot betrouwbare producten en ook betrouwbare informatie daarover. En het ministerie en allerlei bedrijven die buigen zich daarom over wat er op de verpakking staat. Duidelijke herkomstinformatie helpt daadwerkelijk om bewuster met eten om te gaan. En als je dan als consument eindelijk weet waar of door wie je eten wordt geproduceerd en welke reis het heeft afgelegd, weet je dan ook dat het goed is voor de aarde of gezond is voor jezelf. Nou, dat werd ook al gezegd, op internet is daar natuurlijk van alles en nog wat over te vinden, maar het is soms ook een enorme zoektocht voor mensen om, ja, dan de waarheid te achterhalen. Hè? Klopt het wel wat ik allemaal lees en zie? En dan haak je als consument misschien wel weer af. En wat wij belangrijk vinden is dat er dus ook betrouwbare bronnen zijn voor informatie, zoals van het voedingscentrum. Dat werkt met wetenschappelijk gevalideerde informatie, maar maakt het ook toegankelijk voor ons als consument om te begrijpen wat je koopt, wat je eet en wat dat met je doet. Maar het voedingscentrum kan ons ook helpen om bijvoorbeeld, er werd net al kinderen aangehaald, pubers te leren koken. Dat vind ik zelf heel verstandig om dat te doen, hè, zodat ze het ook eens gaan doen thuis. Maar ze ook duurzaam te leren koken. Of bijvoorbeeld na te denken, wat kan ik nog doen met de restjes die in de koelkast staan? En om daar nog weer een lekkere maaltijd van te maken. Dus het goede voorbeeld geven, daar ben ik zelf van. Laten zien, daar ook het gesprek over voeren. Niet alleen thuis, maar bijvoorbeeld ook als je uit eten gaat. Jij kan het verschil maken als je betaalt met je telefoon voor dat duurzame product. Nou, ik heb al een paar Dutch Food Weeks mogen meemaken. En ik kijk er inmiddels naar uit. Het is echt een prachtig event. We weten allemaal, we kunnen niet terug naar vroeger, maar er zijn wel hele mooie en interessante constanten. Om te beginnen natuurlijk de vindingrijkheid in de keten, maar ook deze traditie. En we krijgen dus de komende week een fantastische sneak preview van de toekomst. Laten we in die toekomst duiken vanmiddag. En vandaag ook letterlijk halt houden bij de pleisterplaatsen van de reis van ons voedsel hier op de markt buiten. Eet smakelijk en geniet van dat prachtige voedsel wat Nederland te bieden heeft. Ik dank jullie wel. Ja, dankjewel, ministerie LNV Jan Kees Goed. Ik was aan het luisteren en ik hoorde u zeggen, op het internet weten we misschien niet zo goed te vinden wat waar of niet waar is. En toen dacht ik, nou, wij met elkaar in de zaal, wij allen en de partners van Dutch Food Week doen dat ook op het internet. En dat is op dutchfoodweek.nl. Daar
laten we op alle mogelijke manieren al die processen zien. Dus misschien goed om dat nog even te benoemen. Terug naar de vraag van hoe zit het dan met de waardering vanuit de consument? Want we hebben nog één deel over van de Agri-Food Monitor. Je was alweer, zo snel kan het gaan. En ik wil nog graag eenmaal een applaus voor Mariette van Haaster de Winter. Nou, we kennen het principe. Wie zijn dit? Het is goed voor het aantal vingers dat er niet nog een vierde ronde komt, want dan gaat er niks meer omhoog. Yes, ja, inderdaad. Dit zijn de professoren Walter Willett en Rockström van Harvard en Potsdam University en Sturdalen. Maar u kent hen misschien beter als de medevoorzitters van de Eat Lancet Commissie, die een aantal jaar geleden een voedingsadvies hebben gepubliceerd in The Lancet. Daarin gaan ze voor een meer plantaardig dieet. En dat betekent niet per se dat we allemaal aan de insecten moeten. In de discussie over de consumptie van meer plantaardige eiwitten poppen vaak de getallen 60 en 40 op. Oftewel, 60% van de eiwitten die we straks gaan eten zouden eigenlijk afkomstig moeten zijn van plantaardige bronnen. Dat is in Nederland momenteel niet zo. En dat is dus een andere verhouding dan dat nu gebruikelijk is voor high-income, hooginkomenslanden, zoals Nederland dat ook is. Het gaat dus voor ons nu om allerlei veranderingen, maar ook om verandering van de verhoudingen op het bord. Eet meer plantaardig. En de Agri-Food Monitor heeft zich daarin verdiept. En die heeft van alles laten zien, maar het werd al naar verrefereerd. Verandering van gedrag gaat niet vanzelf. Laten we eerst nog even kijken bij de cijfers, want een paar cijfers zijn natuurlijk wel leuk. In termen van eiwittransitie zie je hier dat dierlijke eiwitten toch nog met name de boventoon voeren en alternatieve eiwitten nog veel minder geconsumeerd worden. En dit plaatje laat vooral zien wat consumenten van plan zijn. Nou, ze zijn vooral van plan om de komende tijd meer groente en fruit te gaan eten en ook meer de conventionele, bekendere eiwitten. Maar zeevier of tofu, daar is men nog niet zo fan van. Maar vleesvervangers en peulvruchten, dat gaat wel aardig. Maar Nederlanders staan er dus voor open. Doordat ze die bekendere alternatieve ei willen eten, zeggen wij van, ze staan er voor open om plantaardige alternatieven, om hun zuivel, vlees en eieren te vervangen door plantaardige alternatieven. We zien ook dat ze inderdaad met mondjesmaat nog overgaan tot kopen. En dat komt omdat gedrag volgt langzaam. Ook in dit geval inderdaad is willen niet automatisch doen. Het overschakelen is nog niet zo makkelijk. Hoe kom je nou tot ander voedselpatroon, ander gedrag? Nou, de sneak preview was net al gegeven. Maar inderdaad, we hebben in de Agri-Food Monitor 3 belangrijke gedragsfactoren onderzocht die daar echt mee te maken hebben. Motivatie, het willen alleen is niet genoeg. Kunnen, capaciteit speelt ook een rol, net als de omgeving. We hebben gezien dit jaar dat consumenten niet per se onwelwillend tegenover plantaardige alternatieven staan, maar dat ze vooral een gebrek aan capaciteit, denk aan kennis en vaardigheden hebben om mee om te kunnen gaan. Ze weten niet zo goed hoe ze ermee moeten koken, hoe ze hun recepten moeten aanpassen, hoe ze überhaupt het een en ander moeten aanpassen om te zorgen dat je toch nog steeds een gebalanceerd dieet kunt houden. Voedingswaarde, ook een leuk dingetje. En iets wat niet op de slide staat, maar wat natuurlijk ook speelt, is de druk uit de omgeving, uit de directe sociale omgeving en sowieso uit de omgeving, die is nog niet heel erg groot. Terwijl we weten, en zeker in het kader van de plantaardige alternatieven, dat sociale omgeving een belangrijke drijvende kracht is achter en nodig voor gedragsverandering. En nog even over die kennis en vaardigheden. Agri-Food Monitor laat niet alleen zien dat het een prominente rol heeft, maar het is ook een belangrijke voorspeller in de intentie om te plantaardige alternatieven, blijft een rotwoord, ik ga er nog een keer over vallen, maar ik bedoel, het is de plantaardige alternatieven voor zuivel, vlees en eieren, om die te gaan eten. Maar niet alleen het voorspellen in die intentie, maar we hebben ook gekeken naar gedragsverandering. En juist in het begin, in die fase dat mensen nog onbewust zijn en het wel erkennen en gaan overwegen van oké, ik moet hier misschien iets mee, blijkt die capaciteit nog een veel grotere rol te spelen. Dus hier liggen dan ook kansen, denken wij. Het is belangrijk om consumenten te inspireren, te ondersteunen, om plantaardige alternatieven toe te voegen aan hun dagelijkse routines, gewoontes, hoe je het wil noemen. Kan op verschillende manieren, groot, klein. En ik laat u tot slot een voorbeeld zien van ook weer afgelopen zomer, Burger King in Oostenrijk. Ze gaven een flinke zet aan het toevoegen van plant-based aan de dagelijkse gewoontes. Normaal of met vlees? Normaal.
Was? Was heißt normal oder mit Fleisch? Normal ist heute plant-based. 100% pflanzenbasiert, rein pflanzlich. Fleisch muss man extra bestellen. Ja, ist ja klar, aber man soll jetzt da Cola auch mit Fleisch bestellen, oder? Na, Getränke haben wir nicht mit Fleisch. Tatsächlich, okay. Ja. Cool, ja? Nicht gut. Weil wir meinen Wopper wie immer haben. Die Personen, die plant-based essen, werden mit jedem Tag mehr. Dementsprechend ist es auch nur gerechtfertigt, wenn man irgendwann auch, dass es normal Standard sieht. Das hat sie eigentlich deppert? Ich glaube, ich probiere mal plant-based. Ja, gerne. Das schmeckt, oder? Schmeckt super. Mit Fleisch. So wie bei den McDonald's. Kortom, bedankt. Je zou denken, ja, kijk eens aan. Bedankt dat we u vanmiddag hier over de Agri Food Monitor vertellen. Komen volgend jaar heel graag weer terug. En nou ja, ik weet niet wat er volgend jaar uit is, maar onthoud, dank u wel. Onthoud dit in ieder geval. We mochten vertellen over de maatschappelijke waardering. Die is onverminderd positief. Nederlanders zien dat sectoren zich inzetten. En inderdaad, de QR-code doet het. Als u meer wilt weten over de Agri Food Monitor, dan kan dat hier op de site, via de QR-code, komt u overal bij. En we hangen na de tijd ook nog even hier, dus vragen zijn van harte welkom. Mariette van Haaster. De Winter, onderzoeker aan de Wageningen Universiteit. Ik heb weer heel veel geleerd voor in elk geval komende week. En het lijkt me leuk om een stukje, ja... Een stukje markt naar binnen te halen, want ja. Er worden hele mooie gesprekken gevoerd op de markt, volgens mij. Nou, Roxane, wat leuk om hier even te mogen zijn. Jochem van Gelder. Goedenavond, dames en heren. Mijn naam is Jochem van Gelder. Ik sta buiten op de markt. Men vond het niet verantwoord om me te confronteren met de hoogwaardigheidsbekleders. Daar was ik dan net iets te frivol voor. Ik heb wel een testje gedaan, maar dat deed jij beter. Dat deed jij beter. Maar ik sta buiten en ik wil eigenlijk u op het hart drukken. Want ik weet dat een aantal van u het idee heeft om straks, als dit afgelopen is, want het is vrijdag, het weekend voor de deur, om dan te denken van nou, we hebben het officiële gedeelte gehad, ga lekker naar huis. Hè? Want nou, dat zou ik niet doen. Dat zou ik eeuwige zonde vinden. Want ik heb nu een aantal mensen gesproken die hier dus staan op de voorproeverij. Dat zijn allemaal steentjes. Dat zijn allemaal ja, eigenlijk kleine bedrijfjes, ZZP'ers. Ja, dat is fantastisch. Even gewoon even een kleine bloemlezing wat ik allemaal tegen ben gekomen. Bijvoorbeeld Mama Daily. Voor mij Mama bekend. Daily. Ja. Voor jou bekend? Ja, het is een naam die gaat gelijk aan bij mij. Gelukkig maar. Ik ken het. Heb jij ook kinderen? En heb je ook, nee, maar ik ken de naam dan hebben Mama het over, Daily. Ja, Fries verse babyvoeding, dames en heren. Fries verse babyvoeding. Heel erg lekker. Ik heb geproefd. Want de meeste babyvoeding die wil je helemaal niet proeven. He, maar die geef je wel aan je kind. Dat is heel iets aparts. Dat is raar. Proeven, ja. En zij heeft bedacht, Mama Daily heeft bedacht, het moet ook gewoon lekker zijn en het moet verantwoord zijn. Dus dat is alleen al de moeite waard om daar even naartoe te gaan. Dan bijvoorbeeld lekker gemekker. Lekker gemekker is geitenijs. En dan denk je, geitenijs? Nee, het is natuurlijk ijs van geitenmelk. Dat snap ik ook wel, maar dat is lang. Maar het is geitenijs. Dus geitenijs is ook een stand. Zou ik even langs gaan? En zou ik niet alleen eens proeven, maar zou ik ook eens vragen van, goh, hoe ben je gekomen tot het geitenijs? Dat is een prachtig verhaal wat erachter zit. En dan ook nog heb ik er nog eentje en dat is de Tessa. Heeft iemand idee wat de Tessa is? Oh, ja. De Tessa. Hebben jullie het al over de Tessa gehad? De echte Dutch Food Week kijker, hè, degene die op onze website, die weet dat. Oh, die weet echt waar? Want hij is gelanceerd, de Tessa, bij ons. Maar weet iedereen het hier ook? Ja, dat is nu de vraag. Wie weet wat de Tessa is? Kijk. Ja. Appel, 2, 3 weten het. Nou ja, goed. De Tessa is inderdaad appel. Het is een soort van dochter van de Pink Lady. De Pink Lady wordt niet in Nederland geteeld, want die moet heel veel zon hebben. En de Tessa is een soort dochter ervan. Die heeft minder zon nodig. Smaakt hetzelfde. Nou ja, goed. Lekker. En zo zijn er nog heel veel. Het zijn allemaal kleine bedrijfjes die, ja, die het verdienen dat jullie straks allemaal niet meteen aan het weekend beginnen en richting huis gaan naar dit formele gegeven, maar gewoon even die voorproeverij langs gaan. Dat wil ik even zeggen, want ik zou het zo jammer vinden als je dat niet doet. Dus voor hun vind ik het jammer, maar vooral ook voor jullie, want het is, en je hebt honger inmiddels. Je hebt niks gekregen, je denkt, of wel? Nou. Heb je iets gehad? Toch wel? Maar je krijgt in ieder geval straks ook een tasje. Een tasje en er zit een soort van bingo-kaartje ja, in. En dan kunnen ze alle... Dat was ook mijn vraag. Ja. Want wij hebben ook wat beelden gezien van de markt. We hebben hier mogen proeven. Oh ja. Maar zo'n Tessa willen we straks ook uitproberen. Die bingo-kaart,
is volgens mij gekoppeld aan nummers van de kramen. Ja, niks aan toe te voegen. Dus gewoon bingo, ja, bingo op de markt. En dan heb je hem vol. En ja, dat is geweldig, dan heb je hem vol. Ja, ja. Dan kan het weekend wel beginnen. Ja, dan kan het weekend beginnen. Dus ga even langs die kraampjes, zeg ik gewoon even. Uit het enthousiasme wat die mensen ook hebben. En die zijn allemaal op hun manier ook een beetje aan het overleven. Want de tijden zijn ingewikkeld. Maar ze zijn allemaal creatief. Ze bedenken allemaal iets anders. Om toch hun boerenbedrijf, om een andere bedrijf toch weer rendabel te maken. Maar dat verdient even de aandacht. Nou, dat was alles wat ik even kwijt wilde. Ik moet weer terug. Nou, ik zou zo achter je aan willen lopen. Maar ja, dat is dan weer niet helemaal de bedoeling. Ja, dat snap ik. Nee, dat kunnen we niet. Iedereen is erbij. Dus we wachten nog heel even tot na de officiële openingshandelingen. Dus die tas niet vergeten. De bingo kaart. En heel veel plezier op deze mooie dag in Den Bosch. Moeten ze nog heel veel officiële dingen krijgen? Of is het, Nog een klein deel van het programma. En dan is het sterkte voor het kleine deel. En straks op de markt dan. Tot zometeen. Ja, heel leuk. Tot zo. Dankjewel, Jochem van Gelder. Ja, zoveel energie. Ik ga toch voor de zekerheid nu maar wel even naar mijn tekst kijken. Want we hebben gewoon nog een spreker over. En daar wil ik ook heel graag aandacht voor vragen. Wim van den Donk was van 2009 tot 2020 commissaris van de Koning in Noord-Brabant. Daarvoor was hij voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. En nu is hij rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van Tilburg University. Wim van den Donk. Dankjewel. Wat hier gebeurt vandaag en de komende dagen is volgens mij enorm belangrijk. En eigenlijk dacht ik me, wat hebben we daar in godsnaam in woorden nog aan toe te voegen? Ik herinner me een aantal jaar geleden, ik denk dat dat zo 2010, 2011 was, hadden we, en ik herken sommige gezichten in de zaal, onze mond vol over het verbond van Den Bosch. Eerlijk gezegd moet ik zeggen, daar is veel minder uitgekomen dan ook ik toen gehoopt gewenst had en wat ook nodig was. In het woord verbond zit verbinding. Daar wou ik het vandaag wat over hebben. Maar ik zie dat wat nu gebeurt, en ik zal het zo kort mogelijk houden, niet mijn sterkste punt, maar ik zal het echt doen, omdat ik voel dat we naar die markt moeten. Want dat is ook voor een deel de boodschap. Ga naar die markt, ga die verbinding met degene die het voedsel produceren en al dat ondernemerschap en die creativiteit en die opdracht die daar zit, gaat zien, proeven, voelen en ga daarmee spreken. Ga in verbinding met het voedsel. Dus een verbond in Den Bosch in plaats van het verbond van Den Bosch. En misschien, kijk naar de lokale burgemeester, is dat ook iets waar deze stad heel trots op mag zijn. Hier staat een mooie kathedraal, 800 jaar dit jaar. Die heeft al zoveel voorbij zien komen dat we ook niet bang moeten worden als we door de secretaris-generaal worden uitgenodigd, en terecht, om na te denken over wat er eigenlijk aan de hand is. Een disruptie. En laten we hopen dat die creatief is en laten we hopen dat we met elkaar in staat zijn om die disruptie productief te maken. Voor iets wat ons dierbaar moet zijn, ons voedsel. Ik wil eigenlijk beginnen met een regel uit de Karmelregel. Ik leg uit zo waarom. Ezels echter of muilezels, voor zover jullie noodzaak dit vereist, mogen jullie hebben. En iets van vee en hoenderteelt. Dat is de Karmelregel en een van de bekende Karmelieten is Titus Brandsma. Onlangs heilig verklaard. Je ziet voor een rector magnificus, want dat was hij in Nijmegen, zijn er mooie perspectieven als je je best doet. Maar Titus Brandsma, ik zou me niet durven vergelijken, was een heel moedig mens. Die op het moment dat hij zag dat je moest staan voor wat werkelijk belangrijk is, dat inderdaad ten koste gaat van wat je dacht eerder misschien belangrijk te zijn of waar je zomaar je hachje mee zou kunnen redden. Als ik deze dagen naar het voedselsysteem kijk, dan denk ik dat we inderdaad moedige besluiten nodig hebben. En dat het verder wegkijken en het verder uitstellen van het verbond van Den Bosch en alles wat daar al in beeld kwam, niet langer kan wachten. Maar, en dan zoom ik een beetje uit, dan is het wel van belang om uit te gaan van het goede perspectief daarop. En dan valt me op dat ook in de discussie nu, en dat was toen natuurlijk ook al zo, het was een
reactie op megastallen, discussies en dat soort zaken. Allemaal eerste proeverijen van wat er echt aan de hand was. Want dat waren natuurlijk relevante discussies. Ruimtelijk ingevlogen in termen van vierkante meters. En toen had ik eigenlijk al een beetje het gevoel, dit is helemaal niet de echte discussie. Dit zijn de eerste oefeningen van een veel grotere vraag die verwijst naar veel fundamentelere vragen. En Titus Brandsma, ik zag dat Friesland Campina er was. Nou, Brandsma is van Friesland en Campina, want hij is in deze regio natuurlijk ook zeer bekend, maar het is een Fries. Dat was iemand die in zijn leven niet alleen maar moedig was, maar ook nadacht. En op tijd zag dat soms moed een beetje vertaald in simpele schema's. Stad, platteland. Dierlijk, plantaardig. Dat soort schema's waar we dan heel sterk mee verbonden zijn en dat de wereld soms lekker overzichtelijk maakt. En leidt tot een wat antagonistische benadering van veel maatschappelijke problemen. En ik maak me zorgen over die antagonisme, omdat, om maar even een plat beeld te gebruiken, als je elke keer het papiertje op dezelfde manier vouwt, gaat het op een gegeven moment scheuren. En ik denk dat we toe zijn in de samenleving om uitzoomend dat ook het debat over ons voedsel deel uitmaakt van een veel breder debat, van opgeklopte tegenstellingen, van antagonisme. Als we dan naar de geschiedenis kijken, zien we dat is eerder gebeurd. En stad en platteland was altijd in die discussie aanwezig. Ook hier in ons goede Brabant. Na de oorlog heeft Jan de Kwaai een welvaartsplan gemaakt. Dat ging toen over de industrialisering, maar ook de industrialisering van de landbouw, van de agri-foodsector, die eigenlijk een beetje op hetzelfde spoor werd gezet als de industrialisering. En eerlijk gezegd, dat heeft ons veel goeds gebracht. In de beste betekenis van het woord en ook in de sfeer die Jan de Kwaai ook later vaak heeft belichaamd, dat wij onze rug nooit naar de technologie toe moeten draaien. Omarmen om ten behoeve van het publieke belang en echte oplossingen in te zetten. En dan ben ik blij, ik begreep dat het al genoemd was. De lokale burgemeester zal dat gedaan hebben. Dat wij met de collega's van onze universiteit in Eindhoven en Tilburg en ook met de vrienden van Wageningen, ik heb net nog met de nieuwe collega's daar gesproken, dat we aan de vooravond staan niet alleen van een disruptie in het denken over voedsel, maar ook in een disruptie van technologische ontwikkelingen. Digitalisering, ik hoef dat hier niet te noemen, data science, al die nieuwe dingen die nu spelen, die vragen ook om een nieuwe houding van omarmen en kijken wat we daar in de volgende fase mee kunnen doen. En dan viel het me op dat ik werd uitgenodigd op wat sommigen misschien zien als een feestje van de topsector. Door sommigen intussen met een B geschreven, maar dat is volstrekt een onrechte, dat blijkt vandaag. Maar er is wel wat aan de hand met dat woord. Dat woord, dat klopt niet. In dat woord zit toch een beetje het idee van een sector. Terwijl als je goed kijkt naar wat hier gebeurt en je zoomt een beetje uit van die voedselvraag naar een betere vraag, gaat het eigenlijk om een netwerk van verbindingen. Over verbindingen tussen consument en producent. Tussen opvattingen over voeding en de ontwikkelingen daarvan. Dat laat zich niet zeer meer vangen in een sector. Dat vraagt om het opnieuw inrichten van relaties. En zoals die sector na de oorlog mee werd gevoerd door optimisme van een soort rationalisering van de landbouw, zou ik nu eigenlijk pleiten voor een relationalisering. En voorbij het sectordenken gaan, niet van een welvaartsplan, maar van een soort breed welvaartsplan, waar ze zeggen, we moeten echt een aantal dingen terugnemen, opnieuw enten, niet in tegenstellingen blijven hangen, maar de verbindingen organiseren. En ik denk eerlijk gezegd, en u voelt dat vandaag allemaal, dat voedsel bij uitstek een manier is om dat op een goede manier te kunnen doen. Voedsel is eigenlijk meer dan machines dat ooit zouden kunnen zijn, alhoewel je tegenwoordig moet je er heel voorzichtig in zijn, want de ontwikkelingen gaan zo snel. Maar voedsel is voor iedere mens eigenlijk herkenbaar als een manier om het over die verbindingen te hebben. Niet alleen omdat je aan tafel gaat, maar ook omdat je inderdaad wil uitzoeken waar komt het vandaan. Waar is in de productie van dat voedsel zichtbaar dat de zorg om de aarde serieus genomen is. Ik mag jullie verwijzen naar de prachtige tekst van Paus Franciscus, Laudato Si. Een van de mooiste encyclieken de afgelopen decennia verschenen. En voor degenen die niet zo van lezen houden, heeft vorige week een film, of deze week zelfs een film, op YouTube gezet, The Letter.
waarin hij laat zien dat hij vanuit een wereldperspectief naar het grote voedselprobleem kijkt. Ook hier geen sector, geen land, maar een intussen wereldwijd netwerk van problematieken en oplossingen met elkaar verbonden. En de voedselagenda is in die film en ook in die encycliek buitengewoon stevig aanwezig. En anders dan misschien gedacht wordt, is het inderdaad ook vanuit het perspectief van mijn universiteit die ik nu mag dienen, ook met Jets en de Eindhovense en Wageningse collega's samen, belangrijk om eens te kijken welke nieuwe vragen liggen daar dan. Nou, bijvoorbeeld die van het gedrag. Ik herkende net feilloos de psychologie van de default optie. We weten gewoon dat we nog veel te weinig kennis hebben over hoe gedrag in elkaar zit. We weten heel veel technieken, fantastisch, maar ik ken geen topsector gedrag in dit land. Ik zie ook, als ik in Den Haag zo hoor, wat belangrijk is in de kennisagenda van Nederland. Heel veel techniek en zo. Ik hou mij te goed, ik ben erg voor techniek. Maar de kennis van onder welke condities zijn mensen nou bereid hun gedrag te veranderen? En onder welke condities lukt dat nou? Ja, daar hebben we eigenlijk heel veel kennis over die gewoon ongebruikt op de plank blijft liggen. Nou, Wageningen doet er intussen al veel mee. Bij onze psycholoog, u kent het misschien thuis, ik mag u een praktische tip geven. Toen mijn kinderen opgroeiden, zei ik nooit, wil je de afwasmachine uitruimen, maar wil je boven of onder uitruimen? En dat werkte altijd. Anders krijg je nee, als je boven of onder zegt, ja, dan doe maar onder of boven. Mijn veronderstelling is dat de agenda die we hier hebben van nieuwe verbindingen maken met die enorme opdracht van die duurzaamheidstransitie, dat dat met kennis moet die niet alleen maar in de traditionele opvattingen van sectoren is opgesloten. Maar dat we nieuwe netwerken van kennisontwikkeling moeten maken, waarbij ook data science en gedrag eigenlijk veel belangrijker mee op de agenda moeten. En niet om weer een aparte kapelletje te bouwen, een aparte sector te bouwen, maar om verbinding te maken. Ook hier is het zo dat Brandsma gelijk had. Niet denken in antagonisme, maar in verbindingen. Want daar liggen de echte kansen. Zo zijn mensen ook bedoeld. De tegenstelling tussen plat en land, stad en land is eigenlijk, ik heb het in Brabant ook al gezegd, het is een heel oneigenlijk soort van tegenstelling. Je ziet het hier is het ook veel meer stad en land. Je hoeft echt niet meer dan 10 minuten lopen en je bent buiten het goede gebied. Ik denk dat inwoners van Den Bosch, misschien nog wel meer, dat zouden we moeten meten in een monitor, de verbinding met die omgeving voelen. En daar zich dus ook verantwoordelijk voor kunnen voelen. En ook ja, voor de mensen die daar voor hun voedsel zorgen. En tegelijkertijd zien die mensen in dat buitengebied, dat hier in deze stad Plantlab is, waar op buitengewoon innovatieve manier, de ondernemer die dat leidt, zei me zo, de natuur is zo inefficiënt, dat kunnen we veel beter. En ik geloof dat hij best een interessante propositie heeft, hoe met UV-licht op een hele doelmatige en duurzame manier slagen kan worden gemaakt. Ook daar een verbinding die van tevoren niemand had verzonnen en die wel enorm bijdraagt aan wat echt nodig is. Kortom, ik denk dat mijn korte boodschap hier vanmiddag is dat wat hier gebeurt eigenlijk uitvergroot zou moeten worden. Als een praktijk die bijdraagt aan het nieuw doordenken van wat eigenlijk nodig is. En dat is voorbij die tegenstellingen die tussen stad, platteland, tussen allerlei vormen van voeding wordt gesuggereerd, maar dat verbindingen moeten worden gemaakt. Ik denk dat een visie dus, het wat conceptuele denken, meer naar voren moet worden gebracht dan alleen maar het instrumentele, korte termijn denken dat ook het huidige debat regeert. Sommige maatschappelijke problemen, en ik zeg het Remkes na, vragen om, ondanks het feit dat ik me heel goed kan realiseren, dat veel mensen in de buitenwereld zeggen, alweer een deadline die niet gehaald wordt. Hoe geloofwaardig is het nog dat we ons doelen stellen en deadlines stellen? En tegelijkertijd denk ik, ja, maar het ritme van de verandering, je kunt niet groen zijn als je rood staat, wie zei, ik vond dat een hele mooie, geeft wel iets aan van het feit dat je heel diep in moet duiken, ook daar gedrag, business economics, even moet kijken hoe gaat zo'n sector mee in een transitie. Niet door er voortdurend op te slaan en er in antagonistische termen over te spreken, maar een uitnodiging te doen, die ook als een echte uitnodiging voelt. Een uitnodiging die niet vrijblijvend is, laten we daar heel helder over zijn. We hebben daar de tijd niet meer voor. Maar we hebben wel de tijd nodig om het op een zodanige manier te doen dat niet de tegenstellingen gaan domineren, maar dat de verbinding weer tot stand kan komen. Dat is in de samenleving waarin we terechtgekomen zijn verdomde ingewikkeld geworden. We zijn zo gauw klaar met onze mening en hebben het simpele schema alweer op orde. Dames en heren, ik kan u zeggen, de tijd van die simpele schema's is echt voorbij.
zo hij er al ooit was. Het wordt eigenlijk alleen maar ingewikkelder. Als ik oproep tot iets van een breed welvaartsplan, laten we eens even kijken dat het niet alleen om de monetaire dimensie van welvaart gaat, maar ook om al die andere dimensies, duurzaamheid, gezondheid, geluk, dan is er een enorme opdracht te doen. Ik ben ervan overtuigd dat wat hier vandaag gebeurt in Den Bosch, niet het verbond van Den Bosch, maar het verbond in 's-Hertogenbosch is. Want anders krijg ik straks weer een boze e-mail van de fanclub die er is terecht om 's-Hertogenbosch te blijven noemen als deze stad. En dan zijn wij daar met z'n allen heel trots op. En ik ben ook trots met mijn collega's van andere universiteiten dat we hier dan in de stad, en Reggie, ik zie jou ook, met de Green, de HAS intussen met een nieuwe naam gevormd, dat we hier een coalitie aan het vormen zijn van innovatief denken, ja data science, ja digitalisering, met nieuwe concepten van gedrag, om niet alleen maar in de oude schema's te blijven hangen om vooruit te gaan, maar echt nieuwe dingen te doen. Nou, als ik daar even bij mocht zijn vandaag en u niet te lang van de markt houdt, vond ik dat een grote eer. Dank u wel. Ja, dank u wel, Wim van der Donk. Terwijl we allemaal iets bijzonders hebben gekregen. Zelf heb ik dat ook nog nodig om de openingshandeling zo meteen uit te kunnen voeren. Ik wil graag alle studenten op het podium vragen als ze klaar zijn met uitdelen. En Albert Kooi misschien alvast deze kant op vragen. Want ik heb eigenlijk nog een prangende vraag over. Wat houdt werken volgens... En dan moeten we even een microfoon bij hebben. Dat... Ja. Volgens het Dutch cuisine principe precies in. Ik denk dat de mensen hier dat ook graag willen weten. En daar heb ik 3 keer de tijd voor? Nou, maar ik zal het eenvoudig houden. Eerst hartelijk dank dat ik hier samen met het Koninklijk Wenen College aanwezig kon zijn. En de uitleg van Dutch cuisine is eigenlijk de koken voor de toekomst. Dat zijn wel die mooie woorden wat altijd blijft hangen. Want hoe gaan we nou over 50 jaar eten? En dat is eigenlijk de basis die we hebben afgevraagd binnen het onderwijs. Eerst op het Koning Willem College. Nu ben ik op de hogeschool in Leeuwarden. En Helstenden, waar de hotelschool zit. En de visie over de toekomst en het eten heeft te maken met... Nou ja, goed, het is heel duidelijk. Minder dieren, dichtbij, gezond, meer groente, 80-20... Voor mij is het plant-based, maar de discussie is dan, mogen er wel en geen dieren in zitten? Voor mij mogen er dieren in zitten. Dat kan een beetje melk zijn, een beetje kaas of een beetje varkensoor. Maar in dit geval is het vandaag allemaal plant-based geweest. Jullie hebben eigenlijk beestachtige groenten gekregen. Dus eigenlijk geïnspireerd op wat wij lekker vinden, tenminste sommigen. Een schnitzel, shawarma, de graflaks gemaakt van wortel. En uiteindelijk het hoogtepunt vind ik zelf de KFC... En natuurlijk niet de Kentucky Fried Chicken, maar de Korean Fried Cauliflower. En eigenlijk een hele mooie inspiratie op groenten in de hoofdrol. En het laatste is, wat het moeilijkste is, hoe krijgen we nou groenten lekker? En ik heb het vanmorgen, toen we begonnen met de lessen op school, hebben we gezegd van nooit geen water meer voor groenten. Stel je voor dat je een mooie dry-aged ribeye in een pan met water koken. Snap je? Ik zie iedereen al verbaasd kijken. En de groente op de barbecue. Op deze manier gaan we denk ik in de toekomst groente eten. En dan mag je wat dierlijke producten bijgebruiken. En nogmaals, sommigen kiezen voor zuivel. Sommigen een beetje vlees. Sommigen helemaal geen vlees. Maar ik denk dat de toekomst gebaseerd op groente uit ons eigen land, op een gezonde bodem. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Ik zal niet gelijk biologische, biodynamisch zeggen, maar dat is natuurlijk wel de basis. En dan op een verse manier volgens de seizoenen. We moeten weer weten wat de seizoenen zijn, koken. En dan denk ik dat wij de toekomst van het koken hebben kunnen bepalen. En dat is eigenlijk Dutch cuisine. Ja? Ja. Sorry, ik werd afgeleid. Het is een heel verhaal. Maar ik denk dat het ook een verhaal is wat tevens samenvat wat een ieder hier vandaag heeft gezegd. En dat het dus extra mooi is om aan dit verhaal de openingshandeling te gaan koppelen. Als de studenten zometeen klaar zijn, vraag ik hen ook naar voren. En onze voorzitter Dirk Duijzer vraag ik ook graag weer deze kant op. Wij hebben zelf ook nog iets nodig. Dit gaat ingewikkeld en interessant worden. Want als het goed is, heeft u allemaal... Ja, ik hou hem vast en dan ga ik het straks zo. Een tube gekregen bij binnenkomst. Waarvan u misschien dacht, een tube?
Ik ga deze gewoon heel even hier neerleggen. En we hebben net op de markt razende reporter Laura Lomans gezien, terwijl ze aan het eten was voor de camera. Dus laten we dat nu op een andere manier gaan aanpakken. Ik wil straks gaan aftellen. En dan zou ik het mooi vinden als u de tube en het gerechtje in de lucht wil houden voor de foto. De officiële start van Dutch Food Week. Voor het zover is, gaan we nog even een groot applaus geven aan Albert Kooi en de studenten. Voor alle gerechtjes van het Koning Willem I College. Dank jullie wel. En nu moet ik hem zelf natuurlijk ook ja, goed open zien te krijgen. Ja, ik wacht gewoon tot iedereen denkt, mijn handeling zit er bijna op. Ik denk dat we hem zo gaan vasthouden. Dan tel ik tot drie. Kijken we of de fotograaf er ook klaar voor is. Als iedereen hem voor zich wil houden, tube erbij. Als, ze mogen hem daarna zeker opeten, maar voor het beeld. Oké. Daar gaan we. In drie, twee, jullie mogen meedoen. Eén. Yes, dan verklaar ik Dutch Food Week 2022 officieel geopend. Eet smakelijk. Ik zal het zelf ook nog. Wauw, dank jullie wel. Ik, ik zie dat iedereen. Ja, terwijl u verder geniet. Dirk, misschien één korte reactie in aanloop naar de week die nu voor ons ligt. En tenslotte van deze mooie middag. Ja, nou, ik denk dat dit. Vele sprekers hebben het al gezegd. Het is fantastisch om op deze manier bij elkaar te zijn. Maar laten wij wel ook even naar de markt gaan zometeen. Om onze producenten en de consumenten bij elkaar te zien. Want de filmpjes die laten zien dat dat een fantastisch gebeuren is. En daar horen wij ook bij te zijn, vind ik allemaal. Ja. Dus dat gaan we doen. En dat doen we de hele week eigenlijk wel. Want in de hele week zijn er allerlei gebeurtenissen in het hele land. Waarbij we met elkaar alle partijen wel zullen zien. En met consumenten in de gesprek kunnen zijn met onze producenten. Dus ik zal jullie ongetwijfeld van de week wel ergens weer ontmoeten. Dankjewel. Dankjewel, Dirk Duijzer. En dat is ook wat we gaan doen, richting de markt. En als we die richting opgaan, dan komen we langs het bordes. Dus ik wil u straks vragen om mij te volgen bij het bordes. Nog een keer prachtig te poseren. En dan natuurlijk met de bingo-kaart, die ook daar wordt uitgedeeld, de markt op te gaan. Ik dank de sprekers van vanmiddag, de prachtige locatie en gaststad Sertogenbosch. En ik hoop dat u alle kijkt op dutchfoodweek.nl en er een prachtige week van maakt. Dank u wel. Dus wij gaan richting het bordes. Misschien een van de topsectoren is creatieve industrie. En daar zit wel heel veel.